De Pangi moet in al haar vormen een platform krijgen die samenhangt met het overdragen van cultuurkennis. Dit zei Monique Pintu, voorzitter van Stichting Maron Collectief Suriname, bij de opening van de driedaagse kledingscultuurconferentie. Tijdens deze activiteit zullen verschillende workshops gehouden worden over de geschiedenis van de Pangi en Koto, als ook over de Prappi uit de cultuur van de Samaka-vrouw. Kennisdeling over onder andere de Maron-cultuur is belangrijk voor onder andere het spirituele en cultuurbehoud. Er gaan workshops gehouden worden over Pangi, over Koto en alles eromheen. Dus het is een breed platform. We zijn bezig een platform te bieden aan, een groot platform te bieden aan de Pangi, de Koto. En in dit geval specifiek als Prappi van de Saramakaanse vrouw. Er is onderzoek gedaan door de universiteit om dit vast te leggen en te documenteren, de Prappi. En we vonden dat dat ook bij past in het geheel van de Pangi en de Koto. Als accessoire, attributen van de Surinamers om het nodige te doen. De revolutie van de Koto en Pangi zijn het bewijs van de eenheid die cultuur met zich meebrengt. Daarom is het zaak om te blijven zoeken naar manieren om cultuurelementen te blijven overdragen. Mensen, laten we niet naar het verleden kijken, maar als eenheid samenwerken aan een branche waarin vele mensen hun leven kunnen vinden, een bestaan kunnen vinden. Ja, die hele sprong van de Pangi is begonnen na de Binnenlandse Oorlog, toen bijna al de Marons in de stad kwamen. En toen begon men na te denken van nee, we moeten de Pangi niet meer aantrekken als we het in het binnenland aantrekken. We kunnen het anders doen. En zo is echt, zijn de mooie Pangis ontstaan, als het ware. De workshops zijn voor iedereen toegankelijk. Pintu besluit met een oproep aan de samenleving zich te blijven verdiepen in cultuur voor het behoud ervan. En als erfenis voor de volgende generatie.